sta hier op het Data Warehouse & BI Summit samen met Martin Kersten. Hij is wetenschapper op databasegebied en hij is verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica. En hij is ook CEO van Monet DB Solutions. Martin, een van de ontwikkelingen waar organisaties al een tijdje mee bezig zijn, is de move naar cloud. Als je je BI Data Warehouse omgeving, je database in de cloud wil hebben, wat zijn dan aspecten waar je rekening mee moet houden? Dank je. Dat is inderdaad een mooie vraag. En gegeven mijn historie heb ik die ontwikkeling van begin af aan kunnen meemaken. Wanneer gaan we naar de cloud toe? En dan met name, wanneer nemen we een database systeem zo over naar de cloud? En dan word je al vaak geconfronteerd van, nou, de cloud in feite, dat is scale-out. Je kan zoveel honderden processoren tegenaan gooien om je werk te doen. Ja, dat werkt als we praten over webapplicaties, maar als we naar BI-applicaties gaan kijken, dan is de vertaal toch iets anders. Dan blijkt eigenlijk uit ervaring waar wij naar kijken als database-onderzoekers en bouwers van dat soort systemen, dat eigenlijk scale-up is vaak veel effectiever in de verwerking van de BI-data dan een scale-out. Dus eigenlijk een van de dingen die ik zou meegeven aan organisaties, laat je niet direct eigen beïnvloeden door de scale-out mogelijkheden en de goedkope kleine machientjes. Want aan het eind van de dag kon ons blijken dat voor BI-analyses en met name als je ook naar machine learning activiteiten kijkt, een scale-up een eerste weg is die je zou moeten inslaan en pas daarna scale-out gaan denken. Het is nog even los van dat de meeste database systemen die we in de cloud tegenkomen zijn eigenlijk legacy systemen. Die komen uit een niet-cloud omgeving. Die zijn niet gebouwd met de cloud architectuur in gedachten. Eén exceptie is gelukkig wel. Dat is namelijk Snowflake. Die is een van de founders, was een van mijn PhD's. Dus ik heb daar wat meer zicht op. Die zijn in staat geweest om een compleet nieuw engine vanuit de cloud op te bouwen. En ik moet zeggen, dat is de technologie die toonaangevend is. Dus als je naar de cloud gaat, kijk naar die moderne, eigenlijk cloud-gebaseerde architecturen. Is dit voorlopig voldoende? Zeker, zeker. Ja. In je sessie ga je ook in op de manco's van huidige database performance benchmarks. Wat is er mis met deze benchmarks en wat zouden we daaraan moeten veranderen? Ja, dank je. Dat is inderdaad iets wat men zeer aan het hart gaat. Als onderzoekers ben je natuurlijk altijd geïnteresseerd van hoe gedraagt mijn systeem het in een bepaalde context. En dat is een driver voor nieuwe technologie. En dan zitten daar een aantal problemen aan. We hebben een aantal standaard industry benchmarks, TPCH, die we hiervoor gebruiken. En die gebruiken alle onderzoekers om te kijken of een technologie goed werkt. Helaas is de benchmark niet echt representatief voor wat je in de markt vindt. Laat ik er één klein voorbeeldje nemen. Een van de snelste database engines op de markt de afgelopen jaren, die uit de wetenschap komt, Hyper, erkend in de research als dat is toonaangevend. Die werd in feite opgekocht door Tableau en geïntegreerd met Tableau. En die werkte perfect op TPCH. Maar in Tableau hadden ze twee problemen. De databases waar het op moest werken was maar 10 tot 15 megabyte. Dat is eigenlijk te klein, want ze deden een hele complexe mechanisme om de queryverwerking te komen. En de tweede, de data was niet wat je in TPCH tegenkomt. 50% van de data waren strings. En strings met datatypes encode. Dus eigenlijk de eerste conclusie, benchmarks zoals we ze kennen, die werken zijn geen goede representatie van wat je in de praktijk tegenkomt. Daar komt nog een tweede, veel belangrijker probleem om de hoek kijken. Als onderzoekers zijn we vaak gebonden aan de licentieovereenkomsten van de DBMS leveranciers. En tot op heden toe proberen ze ons te verbieden dat wij systemen gewoon als een consumentenbond gewoon naast elkaar leggen. Systeem NX en systeem Y, hoe gedragen jullie nou op deze workload? Dus een van mijn uitdagingen op dit moment is om daar toch eens een keer wat aan te gaan doen. Ik vind dat we wat meer eigenlijk openheid kunnen geven over wanneer systemen zich goed of minder goed gedragen. Maar ja, daarvoor ben ik een onderzoeker en ben ik geen verkoper van een database systeem. Oké, wat betreft deze onderzoeksvraag, wat is een van de meest recente onderzoeksvragen waar je op dit moment mee bezig gaat? Nou, afgezien van wat ik net aangaf, verbeteren van eigenlijk transparantie van performance informatie, is een andere topic die ik de database gemeenschap wereldwijd heb voorgehouden.
Kijk, ik heb een historie van het bouwen van database engines, verschillende. En veel van onze technologie die uit Amsterdam komt, gewoon database technologie uit Amsterdam, die vind je terug in SQL Server, Data Warehouse, bij IBM vind je terug. Oracle was benauwd voor wat wij op tafel legden. Maar wat echt nodig is in de komende jaren is een hele andere insteek. En ik heb mijn collega-onderzoekers dan ook voorgehouden. Jongens, wij moeten één van de aannames die onder database liggen gewoon laten vallen. De gebruikers die denken dat wij in feite elke data-item die ze ons leveren tot in lengte van jaren zullen bewaren en toegankelijk zullen houden. Dus kijk nu naar de big data-problematiek. Elke dag krijgen we meer van die junk op ons af. En wij moeten maar zorgen dat we het A, efficiënt opslaan en efficiënt kunnen beheren. Ik heb mijn collega database systeembouwers voorgehouden. Jongens, we moeten iets anders gaan doen. Wij moeten gaan beginnen met erkennen dat in de natuur alles wegrot als je er niets mee doet. Dus laten wij een database systeem bouwen wat inherent in zijn kern zo'n rottingsproces eigenlijk bevat. Dus de data zie je langzamerhand verdwijnen, tenzij je op tijd er iets lekkers van maakt. Dus eigenlijk de uitdaging aan de onderzoekers is, kom met de volgende 10 of 20 promovendi en laten we eens kijken hoe ver we kunnen komen met dat modelleren van het rottingsproces. En tegelijkertijd natuurlijk ook een handreiking geven om daar waar je rotting niet wil hebben, dat je de data kan samenvatten, kan bundelen in hanteerbare eigenlijk abstracties. Dus uitdaging, rotting. Bedankt Martin, bedankt voor dit interview. Graag gedaan.